En vandaag gaan we het hebben over een onderzoek dat we hebben laten doen naar de configuraties van aquatonie. En CE Delft en Centraal hebben een beslisboom ontwikkeld die je leidt langs de technische keuzes die je moet maken als je met aquatonie aan de slag wil. Dus dat, die beslisbomen gaan we zo meteen toelichten. En we gaan ook nog toelichten welke configuraties allemaal zijn doorgerekend. Daarvoor heb ik echt vandaag een heel panel aan experts bij me. Die ga ik graag even aan jullie voorstellen. Te beginnen bij Simon Bos van Centraal. Simon, jij hebt je bezig gehouden onder andere met de beslisboom. En wat vond je, wat hoop je dat de deelnemers meenemen van de beslisboom vandaag? Nou, de beslisboom is bedoeld om gemeentes, waterbeheerders duidelijkheid te geven in welke keuzes er te maken zijn. En ik hoop dat de deelnemers, dat gelukt is. Dat er dus duidelijk is welke keuzes allemaal gemaakt kunnen worden om duurzame warmte te voorzien. Ja, dankjewel Simon. Daarover zometeen mee. Dan gaan we meer. En dan gaan we nu even naar Katja Kruid van CE Delft. Katja is de projectleider van dit onderzoek. Je hebt onder andere ook gerekend aan de verschillende configuraties van voorbeeldwijken. Wat vond je nou de meest opvallende conclusies van die doorrekeningen? Ja, wat ik heel opvallend vond was dat eigenlijk wat de keuzes, de technische keuzes die gemaakt worden in het warmtenet en in de woningen, dat die heel erg uitmaken voor hoe het systeem uiteindelijk presteert op gebied van kosten en op gebied van duurzaamheid. Eigenlijk nog meer dan de keuzes die je maakt aan de kant van het water en de bron. De sleutel voor een duurzaam en zuinig systeem ligt bij de woningen. Dank je, Katja. Dan hebben we ook nog Machiel Bakema van Kirion uitgenodigd. Machiel die gaat zo meteen aan de hand van een praktijkcase waar hij aan gerekend heeft, vertellen hoe je die technische keuze nou in de praktijk maakt. Machiel, we gaan het zo meteen hebben over Zutphen, maar jij werkt bij Kirion. Wat doet Kirion met aquatomie? Oh, Machiel, je staat ook op mute. Goeiedag allemaal. Kirion is onderdeel van Alliander. Dat is de netbeheerder voor een groot deel van Nederland. Binnen Kirion doen wij zeg maar het ontwikkelen van onder andere het ontwikkelen van warmtenetten. Hè? En dat gaat echt van concept tot realisatie eigenlijk. En dat doen we voor diverse warmtenetbeheerders. Daarnaast ben ik ook betrokken bij een traject van Alliander samen met Rijkswaterstaat om gezamenlijk te onderzoeken van goh, wat kunnen wij met zeg maar warmte uit de oppervlakte water? En daar is ook het project van Zutphen, wat we vandaag als voorbeeld gaan gebruiken, is daar een van de locaties waar we aan het kijken zijn wat we daar precies mee kunnen. Dus vandaar dat we deze ook gaan toepassen hier. Ja, super. Fijn dat je er ook bij bent, Machiel. Dan gaan we even naar mijn collega van de STOA, Marco van Schaik. Marco, jij hebt dit project begeleid vanuit de STOA. Wat is het belangrijkste dat jou bijgebleven is? Ja, ik vond vooral heel opvallend dat de keuzes van wat is nou eigenlijk het meest duurzaam, dat niet altijd het meest kostenefficiënt is. En daar zullen we straks ook in de discussie nog wel op terugkomen, dat de duurzame keuzes vaak met hele lage temperaturen werken, maar dan heb je bijvoorbeeld weer te maken met andere kosten die voor de gebruiker weer veel hoger uitkomen. Dat vond ik heel opvallend, ja. Nou, dank je, Marco. En jij gaat zo meteen even toelichten waarom wij als STOA dit onderzoek hebben uitgevraagd. En dan gaan we nog even naar Jeroen de Bruin van Waterprof. Jeroen, die is vandaag onze technische ondersteuner. Dus die zorgt ervoor dat het allemaal goed loopt binnen Zoom. Daar zijn we heel blij mee. Maar Jeroen doet zelf ook vanuit Waterprof. Ja, ik ben vanuit Waterprof en ik doe inderdaad onderzoek aan praktijkervaring in aquatomie. Van een stuk of 20 gerealiseerde aquatomieprojecten. En in het najaar kunnen jullie daar een rapport van verwachten. Maar voor vandaag verzorg ik inderdaad de technische voorziening. En dan hebben we ook nog Joram Deens in beeld. Collega van Katje Kruid bij CE Delft. Joram, wat was jouw specialisatie binnen het onderzoek?
Ik heb vooral gerekend aan de verschillende varianten die later ook aan bod zullen komen in deze case. Nou, dankjewel. Dan gaan we nu even, nu we weten wie we allemaal aan boord hebben, dan gaan we even naar het programma kijken. En dat tovert Jeroen zo tevoorschijn. Nou, de welkom en introductie hebben we gehad. Hoewel we ook nog wel even benieuwd zijn naar wie er allemaal meeluisteren vandaag. Dus we gaan zo meteen nog even wat vragen stellen aan jullie. Daarna gaat Simon ons in een aantal stappen door de beslisbomen loodsen. Waarbij we ook steeds aan Michiel zullen vragen van hoe werkt dat nou in de praktijk als je echt met een concreet project aan de slag bent. En daarbij is ook alle ruimte voor jullie om vragen te stellen. Als je vragen wil stellen aan de sprekers, doe dat dan in de Q&A. De chat kun je gebruiken voor meer technische vragen, vragen die je misschien aan Jeroen hebt. Maar in ieder geval vragen die niet meteen beantwoord hoeven worden. De vragen aan de sprekers die kunnen in de Q&A. En ook als je aan iemand specifiek wil richten, dan kun je ook de naam van de spreker erbij zetten. Vragen waar we niet aan toekomen, die verzamelen we wel. En die sturen we dan volgende week nog naar jullie toe voorzien van een antwoord. Ja, we proberen ook nog ergens een korte pauze in te lassen. En als we alle vier de stappen van de beslisboom hebben doorlopen, dan gaan we naar de configuraties kijken. Die zijn doorgerekend. Die gaat Katja Kruijs van CE Delft presenteren. En vervolgens komen we tot een afronding. Nou ja, wat ik dus graag wilde weten van jullie is dan, wie hebben wij nu aan boord? Dus het zou fijn zijn, Jeroen, als jij zo meteen de poll tevoorschijn kan toveren. Kijk, daar is hij al. Dus aan jullie de vraag, voor wat voor organisatie werk je? En ben je ook al, heb je al een aquatemieproject in gedachten waar je mee aan de slag wil? Nou, ik zie dat bijna iedereen gestemd heeft. We hebben heel veel waterbeheerders aan boord. Dat is voor de STOA een bekende doelgroep. Het is fijn dat jullie er weer zijn. En ik zie dat er ook veel mensen van energiecoöperaties zijn. Dus nou, dan ben ik blij dat jullie ons ook gevonden hebben. En verder nog ingenieursbureaus, gemeenten. En aardig wat anders. Je mag nog in de chat zetten wat anders is. Want, Jeroen, kan jij de resultaat ook delen met iedereen? Ik weet niet of iedereen het goed kan zien. Yes, nu kan iedereen ze zien, dat is mooi. En dan overweeg je aquatemie als warmtebron voor jouw wijk of project? Nou, de meeste wel. Dus dat is, ik hoop dat dit webinar voor jullie heel nuttig zal zijn. Nou, dan hebben we ook een klein beetje een beeld voor jullie. En dan zou ik graag doorgaan naar Marco van Schaik van de STOA. Marco, kun jij toelichten waarom we dit onderzoek gestart zijn? Ja, er is eigenlijk recent de zogenaamde startanalyse door het Planbureau voor de Leefomgeving gepubliceerd. Die startanalyse die geeft op wijkniveau aan welke warmteopties als alternatief voor aardgas mogelijk zijn. Of in ieder geval wat de nationale kosten daarvan zijn. En aquatemie is daar ook een onderdeel van. Dus het geeft ook een beeld van voor welke wijken aquatemie de moeite waard is. De stad is dan eigenlijk een vraag aan de orde zoals wat voor temperaturen moeten we dan leveren?
Dat is natuurlijk ook weer erg afhankelijk van de gebouwen. Dus dat hangt dan ook weer af van, moet ik dan ook extra gaan isoleren? Er zijn vragen over de warmteopslag, wel of niet WKO of andere vormen van opslag. Nou, er zijn dus eigenlijk een heel aantal afwegingen te maken. En wij wilden vanuit STOA, of nou eigenlijk geven ze een overzicht welke keuzes er nou allemaal te maken zijn en in welke gevallen je nou welke keuze zou moeten maken, wat daar nou ook de overwegingen voor zijn. Dus toen hebben wij eigenlijk gedacht vanuit STOA, nou, als die startanalyse er is, dan is het mooi dat we ook meteen dit onderzoek beschikbaar hebben, zodat mensen daar ook meteen mee aan de slag kunnen. Dankjewel Marco voor je verhaal. Duidelijk denk ik, en ik hoop dus inderdaad dat men hier straks mee aan de slag kan. Dan zijn we toegekomen aan het moment waarop Simon de beslisboom gaat toelichten. Jeroen die tovert zo weer de presentatie tevoorschijn. En na een korte inleiding van Simon over hoe het onderzoek is aangepakt, dan gaan we naar de beslisboom toe. Simon, ga je gang. Ja, dankjewel Jacqueline. Nou, een korte toelichting op hoe het onderzoek is aangepakt. Mag ik meteen wel de volgende dia doen, Jeroen? Het projectdoel en de projectaanpak, maar die is net ook al behoorlijk toegelicht door Marco. En dan gaan we ook door de beslisboom heen aan de hand van vier stappen. Waarop Magiel ook steeds op elke stap zal reageren vanuit zijn praktijkervaring in Zutphen. En dan na de pauze gaan we ook, gaat Katja ook door met de presentatie van de berekeningen en configuraties. Hè, wat is nou eigenlijk het resultaat van de hele studie? Want die hebben we ook op twee wijken doorgerekend daarvoor. Nou, nog even kort het projectteam. We zijn al voorgesteld. Hè? Katja en Joram, Katja Kruid, Joram de Heens van CE Delft. En Lieke Nooy, mijn collega, en ik hebben samen vanuit Centraal aan het onderzoek gewerkt. En met z'n vieren zijn we verantwoordelijk voor de beslisboom zoals die uiteindelijk nu is gepresenteerd. Volgende, ja. Nou, het projectdoel, maar het is een klein beetje ook een herhaling van wat Marco net ook al aangaf. En wat je ook vroeg, Jacqueline, wat is nou eigenlijk, wanneer ben je nou blij, zeg maar. Het doel is geweest om gemeente waterbeheerders te helpen om een goede afweging te kunnen maken met aquatemie. Welke configuraties zijn dan mogelijk? Maar ook om te zorgen dat ook de juiste vragen aan de markt gesteld kunnen worden. He, want de beslisboom is een eerste verkenning wat mogelijk zou zijn. Maar het is niet dat er dan een kant-en-klare business case meteen opgeleverd wordt. Het is een verkenning van wat is er mogelijk met aquatemie in een specifieke situatie daarin. En dat leidt uiteindelijk tot een beslisboom om dus te komen tot zo'n voorkeursconfiguratie. Nou, de deelvragen die we hebben beantwoord, dat is ook al aangegeven. Welke configuraties met aquatemie zijn dan mogelijk voor welke wijken? Maar ook hoe kunnen kwalitatieve en kwantitatieve elementen, hoe kun je die met elkaar vergelijken? Het gaat niet alleen om geld en technische aspecten, maar het gaat ook om, wat Marco ook aangaf, een stukje duurzaamheid. En dat is niet altijd, loopt dat parallel met elkaar. CO2-reductie kan soms groter zijn dan de kostenreductie. Nou, dat leidt ertoe van welke vragen moeten dan in zo'n proces beantwoord gaan worden. En hoe wordt zo'n proces dan ingestoken? Nou, de aanpak. We hebben een beslisboom gemaakt om de keuzes van aquatemie dus door te lopen. En dat hebben we gedaan aan de hand van een aantal bestaande business cases. Dus we zijn niet blanco begonnen, maar we hebben juist gekeken naar praktijkervaringen in den landen, een aantal business cases. Hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn die stappen daardoor lopen? En dat heeft geleid tot het opstellen van de beslisboom. En uiteindelijk hebben we voor twee voorbeeldbuurten hebben dus de hele configuraties geanalyseerd. En daar hebben we 24 varianten in doorgerekend.
Nou, dan komen we bij de beslisboom zelf, zoals die opgeleverd is. Hij bestaat uit 4 stappen. De eerste stap is, wordt gekeken naar de match tussen warmtevraag en warmteaanbod. De tweede stap, dan kijken wat is nou eigenlijk het temperatuurniveau van het warmtenet. Hè. Met welke temperatuur gaan we warmtevraag en warmteaanbod bij elkaar brengen. Nou, in de derde stap wordt de vraag gesteld of een buffer nodig is. Om warmte al dan niet op te slaan. En in de vierde stap, de laatste stap, kijken we ook naar het opwekssysteem. Hoe kunnen we die warmte nou uit die bron opwekken? En ook beschikbaar stellen aan dat net en uiteindelijk aan de aan de wijk, de buurt, die daarmee verwarmd gaat worden. Nou, de eerste stap, de match tussen warmtevraag en warmteaanbod. En dan de volgende slide, als het mag. Ja. Nou, de warmtevraag, daarin wordt gekeken van wat is nou eigenlijk, hoeveel warmte heb je nou nodig voor een bepaalde buurt of wijk? Nou, er zijn verschillende benaderingswijzen voor. In de startanalyse Vesta Mais wordt daar ook vrij gedetailleerd gekeken. Wat is nou eigenlijk je warmtevraag op buurt- of wijkniveau? Als je die weet, dan weet je naar welke warmtebron je op zoek moet. Nou, we hebben hier in deze beslisboom gekeken naar de potentie van aquatomie. Dat betekent met name hebben we gekeken naar TO, thermische energie uit oppervlaktewater. En dat kan een stilstaand oppervlaktewater of stromend oppervlaktewater of gemalen zijn. De tweede is TA, thermische energie uit het afvalwater. Heel vaak hebben we dan over het water wat bij een RWST beschikbaar is, de warmte erbij. Heb je eigenlijk grofweg 2 stromen. Het kan het warmte uit het effluent zijn, wat de RWST verlaat. Of de warmte uit het influent, de warmte uit, plat gezegd, het riool, wat naar de RWST toestroomt. En wat ook een hoeveelheid warmte bevat. En de derde categorie binnen aquatomie, dat is TET, de thermische energie uit drinkwaterleidingen. Daarbij kunnen we weer onderscheid maken uit ruwwater- en rijnwaterleidingen. Nou, die configuraties, of die bronnen, die worden in de eerste stap geanalyseerd. Waarbij de TO en de TA, daar zijn landelijk zijn die bronnen ook bekend. De viewer bij de STOA, die ook voor iedereen inzichtelijk is. Dus je kunt ook heel snel kijken, is er in mijn wijk of buurt een TO of een TA-bron beschikbaar? TET zijn nog geen, voor zover ik weet althans, nog geen openbare gegevens voor bekend. Maar er wordt ook wel hard aan gewerkt in warming-up kader. Volgens mij krijgen we nu eerst even een vraag van Machiel. Hoe je in Zutphen de eerste stap, hoe jullie dat daar hebben aangepakt, Machiel. Klopt, wat het mooie is, hè, Simon, jij vertelt, je begint eigenlijk bij de warmtevraag. Maar in Zutphen en bij Machiel is het anders gegaan. Hè? Want jullie hebben eerst gekeken wat het aanbod is. Machiel, wil je even toelichten waarom jullie bij het aanbod begonnen zijn? We kunnen je nog niet horen, Machiel. Ja. Ja. In dit geval betreft het een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en al die anderen. En eigenlijk de doelstelling er was van, goh, laten we eens onderzoeken waar wij samen met de energie uit oppervlaktewater iets kunnen doen. En vanuit daar is eigenlijk gekeken van, goh, waar is dan groot oppervlaktewater? Hè? En de IJssel is daar natuurlijk één situatie van. Maar waar is dan ook gewoon interessante bebouwing bij dat oppervlaktewater? En toen kwamen we na een uitgebreid onderzoek kwamen we op een aantal locaties in Nederland uit, waarvan Zutphen er één is, waarbij je dus ziet dat er een deel interessant aan te sluiten hoogbouw direct naast de IJssel ligt, waar je dus inderdaad voldoende stromend water ook hebt, of eigenlijk veel te veel, eigenlijk genoeg om dit soort dingen te doen. En dat is ook de reden waarom we hier verder zijn gaan onderzoeken van, goh, hoe kan dat er dan uit gaan zien? Daar hebben we inmiddels ook een schetsontwerp helemaal van gemaakt van hoe dat eruit kan zien. En op basis daarvan is ook een subsidie aangevraagd voor de proeftuin aardgasvrije wijken. En jullie hebben naar de IJssel gekeken, maar ook nog naar de Bergkool, toch? Ja, dat klopt. We hebben daar ook gekeken naar een kleiner water wat er is, dat is de Berkel. En we hebben ook onderzocht wat de mogelijkheden daar zijn om dat te gaan gebruiken. Maar daar zag je dat er op bepaalde momenten gedurende de zomer, wanneer je het water of de warmte wil onttrekken,
eigenlijk onvoldoende water beschikbaar was, omdat de doorstroming daar heel erg afhankelijk is van hoeveel regen daar in de buurt valt. En onze conclusie was daarbij van ja, dat wordt te risicovol omdat je niet kan garanderen dat je genoeg warmte kan oogsten om de gebouwen van warmte te voorzien. Dus op die manier hebben jullie eigenlijk het aanbod bepaald, hè? We kiezen voor de IJssel. En vervolgens zijn jullie naar de vraag gaan kijken van aan welke wijk of gebouw zou daar dan goed bij passen bij zo'n project. Toen zijn jullie bij een hoogbouw uitgekomen. Hoe hebben jullie die afweging gemaakt? Nou, wat je vaak ziet, hè, het idee is natuurlijk uiteindelijk om meer panden mee te nemen. Maar wat het voordeel is van die hoogbouw waar we op uit zijn gekomen, is dat het is eigendom van één corporatie. En dat is natuurlijk voor het ontwikkelen van zo'n project vrij makkelijk, omdat je dan ook één aanspreekpunt hebt. En daarnaast is meestal het aansluiten van een hoogbouw is relatief goedkoper ten opzichte van bijvoorbeeld grondgebonden woningen. Dus dat helpt om dat project ook rendabel te krijgen. Ja, dat is hele praktische overwegingen. Ik ben benieuwd of er nog andere mensen vragen hebben aan Simon of aan Machiel over het bepalen van de warmtevraag en van het warmteaanbod. Ik zie in de Q&A nog niks voorbij komen. Dat betekent dat... Ja, Simon, wil jij nog iets toelichten over de afweging ook die je hierbij maakt? Nou, ik denk dat de manier waarop jij dat zo schetst, Michiel, dat die ook heel, heel goed is. Hè? Het pijltje in de beslissboom die staat dan van warmtevraag naar warmte naar de potentie. Maar je kunt hem zeker ook andersom zetten. Zeker als je bedenkt dat de technische potentie van de warmte van oppervlaktewater 40% van de Nederlandse warmtevraag kan voorzien. Dus het is ook heel logisch om vanuit een bron te kijken welk gebied kan ik hiermee mee van warmte voorzien. Dus in de beslissboom is het niet zo dat je per se eerst je warmtevraag moet analyseren en dan pas op zoek gaat naar een bron. Juist in situaties zoals jij hem schetst, lijkt me heel logisch om het juist ook andersom te benaderen. Absoluut, ja. Nou, ondertussen komen er ook wat vragen in over de afwegingen die ook wel in het rapport staan. Namelijk, welke afstand mag de vraag en aanbod uit elkaar liggen? Gaat het om honderden meters of kilometers? Simon, wil jij die vraag beantwoorden? Ja, je moet uitgaan van honderden meters. Kijk, je hebt altijd te maken, het zijn lage temperatuurbronnen. En die hebben altijd te maken met de leidingtransport, met een stukje warmteverlies. Dus als je warmte vanuit een lage temperatuurbron vele kilometers gaat transporteren, ja, dan heb je gewoon een stuk warmteverlies. Dus het wordt al een vuistregel. Maar het is een hele grote vuistregel, want ik weet ook van een project waar de warmtevraag zo groot is en de warmtebron ook zo groot is, dat er 6 kilometer transportleiding is aangelegd of wordt aangelegd voor je pas bij de eerste afleveradres bent. Dus op business case niveau kan het een veel langere afstand wel weer gelegitimeerd zijn. Maar dat is een, zeg maar, een vervolgstap in je dimensionering die je moet gaan uitzoeken. Dus het is geen harde grens, maar als vuistregel 500 meter, maximaal 2 kilometer. Als afstand tussen de vraag en het aanbod, de bron en de afzet. Ja. Oké, dankjewel Simon. En er wordt ook al wat gevraagd over koude vraag. Heeft die ook een plekje in de beslisboom? Hoe kun je die meenemen? Ja, we hebben het over de warmtevraag, omdat met name in de bebouwde omgeving, daar speelt de bestaande bouw, daar speelt met name de warmtevraag een grote rol. Maar ja, ik zeg ook wel eens een beetje flauw, de volgende transitie die eraan komt is de koude transitie. En alle drie bronnen, TO, TA en TET, bevat ook een hele grote koude potentie. Dus in die zin, je kan hem ook heel goed als een voor een koude vraag lezen en ook invullen. Want alle drie bronnen bevatten gewoon een bepaalde hoeveelheid koude, die ook heel goed, gemakkelijk op dezelfde manier als warmte gewonnen kan worden en ook benut kan worden. Ja, en dan nog wel even een laatste vraag voor nu in ieder geval. Hoe bepaal je dan de warmtevraag van die gebouwen en eventueel ook de koude vraag? Zijn daar kengetallen voor? Of komen we daar misschien straks op als we ook naar de isolatie van de gebouwen gaan kijken? Ja, ik denk, Katja, dat jij daar straks ook wel het een en ander over kan zeggen. Maar er zijn zeker kentallen voor. Hè? En ook in de modellen, Vestermais, startanalyse, wordt ook gerekend met kentallen. Vaak is er een
Er zijn ook kentallen per vierkante meter oppervlak, zeg maar, wat dan je warmtevraag is bij een bepaalde functie. Een woning heeft een andere vraag, een warmtevraag dan een school, als voorbeeld. Maar er zijn inderdaad kentallen voor en daar hebben we ook mee gerekend in de configuratie. Maar ik denk dat Katja daar straks wel iets meer over gaat zeggen. Oké, mooi. Dan gaan we even door naar de tweede stap in de slisboom. En vragen waar we misschien niet aan toe komen, die gaan we dus wel nog paneel beantwoorden. Simon? Ja, een tweede stap in de slisboom is dan het bepalen van de temperatuur van het warmtenet. Nou, daar hebben we ook weer een aantal stappen in gemaakt. Als ik de volgende sheet mag, Jeroen. We hebben onderscheid gemaakt in grofweg drie typen warmtenet. Een middentemperatuurnet, waar je uitgaat van 70 graden aanvoertemperatuur. Een lage temperatuurnet, waar je uitgaat van 40 graden aanvoer. En een zeer lage temperatuurnet, wordt ook als een bronnet genoemd, waar je uitgaat van 15 graden aanvoertemperatuur. Eigenlijk is dat het laatste, is de temperatuur die je eigenlijk direct uit je bron haalt. En dan naar je afzet, de woningen, de wijk, transporteert. En het daar met een warmtepomp op het gewenste niveau brengt. Nou, dat doe je met een 40 graden temperatuurnet ook. Alleen heb je daar al een stukje opwek aan de voorkant. Je gaat al met 40 graden zeg maar, de wijk in en de bovenste. Het middentemperatuurnet, daar ga je al direct met 70 graden de wijk in. Nou, heel grof kun je zeggen dat een zeer lage temperatuurnet en een lage temperatuurnet, die zijn geschikt voor woningen met label A, B. Vaak zijn die woningen al voorzien van vloerverwarming of een lage temperatuurverwarmingssystemen. Die hoeven niet met een 70 graden verwarmd te worden, zoals de huidige CV-verwarming nog steeds of in de bestaande woningen zit. En de woningen met de label CD, daar zul je veel sneller de keuze gaan maken voor een lage temperatuur of een middentemperatuur net. Dat betekent niet dat een lage temperatuur net niet geschikt is voor een label CD, een label C of een label D woningtype. Maar dat betekent dat je dus dan bepaalde opwaardeerstappen moet gaan doen in de warmte. Maar heel grof zou je kunnen zeggen, dus lage temperatuur naar het AB, lagere temperatuur naar de woning met de label AB. En de hogere temperaturen zijn geschikt voor woningen met een label CD. Hangt natuurlijk ook af van de isolatiegraad van de woningen. En daarbij speelt ook mee, is er al een bepaalde isolatiegraad uitgevoerd? Zijn er isolatiemaatregelen, verbetermaatregelen voorzien op kortere of een wat langere termijn? De corporaties staan ook voor een grote opgave. Veel corporaties zijn ook aan de slag met het verbeteren van de gebouwschil. Dus daarin zie je ook een labelverbetering, om het zo te zeggen. Nou, dat allemaal speelt mee maar in de beslissing van welk warmtenet zou dan het meest optimaal zijn daarin. Dankjewel, Simon. Michiel, jullie hebben die keuze natuurlijk ook moeten maken. Met welke temperatuur gaan we in het warmtenet stoppen? En met welke temperatuur gaan we naar de huis brengen? Wat was bij jullie het isolatieniveau van de huizen? Het isolatieniveau is nu nog vrij slecht. Maar de bedoeling is dat deze allemaal geïsoleerd worden naar minimaal label B. Dus dan zijn het op zich redelijk goed geïsoleerde woningen. En aan welke temperatuur hebben jullie daar dan bij gekozen? Wij zijn hier uitgegaan van een middentemperatuurnet met 70 graden aanvoertemperatuur. En de reden daarvoor die zit voornamelijk in dat het voordeel daarvan is dat je veel minder aanpassingen in de woning nodig hebt. En dat je ook het minste ruimtegebruik in de appartementen hebt. Dus het is er hoeft veel minder in de woningen te gebeuren dan dat je naar een lagere temperatuur zou gaan. Precies, dus in theorie zou je wel met een lagere temperatuur kunnen uitkunnen. Maar dan zou je in de woningen dus meer moeten realiseren wat lastig is voor de huurders daar. Ja, dat klopt. En daar zit ook een kostenaspect aan. Dus dat speelt hier ook mee. Sorry, wat zei je? Daar zit ook een kostenaspect aan. Dus dat, ja. Dus je hebt kosten voor de eigenaar van het gebouw of voor de huurders.
Ja, die ook in de business case natuurlijk een keer terugkomen. En je wil natuurlijk ook een kosteneffectieve oplossing vinden met z'n allen. Ja. Nou, dan gaan we het even kijken naar de vragen. Hier is een vraag van Margot Leijger. Dat gaat dan eigenlijk nog even over stap 1. Hè? De bron. Vanaf wanneer wordt een aquatemiebron interessant om te overwegen? En dat bedoelt vanaf welke grootte van het water of van de opbrengst zou je daar serieus naar kunnen kijken? Simon, wil je daar wat over zeggen? Ja, nou, de grootte van het water hangt een beetje af van het type water. Dan heb je stromend water, dan zou je heel grof kunnen zeggen dat je wat sneller warmte kunt winnen, omdat er gewoon meer stroming is. En in een stilstand water heb je vaak een wat grotere waterdiepte nodig. Vuistregel die wij zelf al aanhouden, is dat je eigenlijk het 1,5 meter waterdiepte, dat het dan interessant is om over een TO-bron na te denken. Bij TA speelt het iets minder een rol. Je moet natuurlijk wel voldoende debiet in het effluent of het influent van de RWST hebben om de warmte uit te kunnen winnen. Wat ook van belang is natuurlijk, is de hoeveelheid warmte die je uiteindelijk af kunt zetten. Hè? Want ja, wat Michiel net ook al aangaf, je hebt ook gewoon te maken met kosten, hè? Sowieso in de woningen, maar ook voor het transport, voor je warmtenet. En warmtenet voor een paar woningen, ja, dat wordt een hele lastige business case. Het is heel moeilijk om daar te zeggen vanaf zoveel woningen kan dat. Berekeningen laten wel zien, maar daar kan Katja misschien ook wel iets meer over zeggen straks bij de toelichting daarvan. Dat je eigenlijk toch wel rekening moet houden met 50 à 100 woningen, dat het toch wel een soort minimum is. Maar het is weer heel lastig, want je hebt ook nog te maken met die warmtedichtheid. Een appartementencomplex, Michiel, volgens mij hebben jullie met appartementencomplexen te maken. Dan heb je een vrij grote warmtedichtheid, veel warmtevragers op een korte afstand bij elkaar. Heb je een grondgebonden vrijstaande woning, hè? Ja, dan is je warmtedichtheid veel groter. Dus wordt je net weer veel groter en dus duurder. Dus er zijn veel factoren die daar een rol in spelen. En dan een vraag over de hoogte van de temperatuur. Saskia vraagt, ik mis hoge temperatuur net. Is dit niet haalbaar bij aquatemie? En alleen bij andere soorten warmtebronnen? Ja, dat is een beetje, denk ik, ook een definitie-kwestie. Hoge temperatuur net. Soms wordt een 70 graden net ook een hoge temperatuur net genoemd. Wij hebben hem in de middentemperatuur net gezet, want je kan nog hoger gaan dan 70 graden, naar 90 graden. En bij geothermiebronnen ga je echt hoog, dus zit je soms echt op 100 graden. Dat zijn de echte hoge temperatuur netten. Maar feitelijk heb je met een vanuit de aquatemie heb je niet, of voor die woningen heb je niet direct hogere temperaturen dan 70 graden nodig. Hè. De huidige systemen, zeker in label CD woningen, die kunnen met 70 graden wel gevoed worden. En om nog hogere temperaturen te maken dan 70 graden vanuit aquatemiebronnen, ja, dat wordt energetisch een wat grotere uitdaging. En want ja, je temperatuur, het opkrikken van je temperatuur vanuit je aquatemiebron naar je temperatuurniveau, dat vergt energie. En ja, dus het TOP-getal, de verhouding daartussen, hoe hoger de temperatuur, hoe lager, grofweg zou je kunnen zeggen, hoe lager die COP. We hebben nog één vraag van Christa van als afnemers. Maar kan het ook interessant zijn voor andere afnemers? Simon? Ja, ik weet niet wat Christa precies bedoelt. Maar het is natuurlijk zeker niet alleen maar interessant voor woningen. We hebben nog heel veel andere warmtevragers, kantoren, scholen, ziekenhuizen, zwembaden. En die hebben ook allemaal te maken met zwembaden. Ziekenhuizen hebben een wat over het algemeen wat grotere warmtevraag. Scholen hebben over het algemeen, die gaan steeds meer behoefte krijgen ook aan een koude vraag. Dus de temperaturen worden steeds hoger, de scholen worden steeds warmer, leerprestaties worden beïnvloed door de temperatuur. Dus je ziet ook in andere objecten dan alleen maar woningen, dat er gewoon een behoorlijke behoefte is aan warmte en koude.
Ja, en het maakt niet uit waar we zijn. Overal moeten we toch de transitie naar duurzame warmtebronnen gaan maken. Dankjewel, Simon. Er zijn nog wat vragen, maar we gaan zien de tijd even door naar de beslisboom. Weer naar stap 3. Dus, ga je dan weer, Simon? Ja, oké. Okay. Nou, de derde stap is de keuze of er een buffer noodzakelijk is. En eigenlijk is het van belang om te kijken of je dus seizoensopslag, of je wel een buffer nodig hebt. En heel vaak denk je dan aan een WKO-achtige opslag. Hè? Dus opslag in de bodem, in het grondwater of in een buffertank. Dat is met name worden bepaald door eigenlijk je temperatuur of je warmtebron. Grofweg zou je kunnen zeggen dat bij TO, thermische energie uit het oppervlaktewater, je eigenlijk altijd wel een opslag nodig hebt, omdat de warmte bij oppervlaktewater in de zomer wordt gewonnen. Hè, zomer is het water warm, dan kun je warmte winnen. In de winter kun je in principe ook goed warmte winnen. Maar goed, hebben we ook weer met rendementseisen en ook ecologische aspecten, dat je ook in de winter, in het voorjaar, wat voorzichtig moet zijn met warmtewinning uit het oppervlaktewater. Dus dat betekent, maar in de winter heb je dus die warmte juist nodig. Dus dat betekent dat bij een oppervlaktewaterbron eigenlijk heel snel toch ook sprake zal zijn van een opslag. Hè? Nou, dat kan in een WKO of in een buffertank. Bij TED, thermische energie uit drinkwater, speelt eigenlijk hetzelfde. En dat is meer vanuit de drinkwater geredeneerd. In de zomer is de behoefte om het drinkwater wat af te koelen. Het water moet ook vanuit gezondheidsredenen niet al te warm in de woningen bereiken. Maar in de winter wil je eigenlijk het water juist iets opwarmen. Omdat het door de bodem het drinkwater toch ook wel sterk af kan koelen. En dan komt het wel heel erg koud de woningen binnen. Dus eigenlijk vanuit je drinkwater zou je ook graag een stukje opslag om ook iets met het temperatuurniveau van het drinkwater te kunnen doen. En bij TA, de afvalwater, daarvan kun je heel grof stellen dat het effluent, daar heb je niet per se een opslag nodig, omdat de effluenttemperatuur, die gaat wel wat mee met de seizoenstemperaturen, maar is in de wintermaanden relatief hoog. En relatief hoog, dat betekent effluenttemperaturen, dus het water wat een zuivering verlaat, is in wintermaanden toch vaak nog wel 10 graden of soms nog wel hoger. En dan kun je nog steeds effectief goed warmte winnen, om het ook op een warmtenet te distribueren naar de woningen. Nou, dan zijn er nog een aantal, de opslag vanuit het warmtenet. Je kunt ook, zeker als je met lagere temperatuur werkt in je net, dan kun je ook nog kijken of je dus een stukje opslag in de wijk doet, of bij de woningen. Dat kan zelfs op woningniveau. Nou, dan heb je een aantal opkomende technieken en dan gaat het vaak over buffering van in putten of tanks. Op kleiner schaal warmte opslaan, die je dan op een later moment, meestal in de winter, gebruikt. Overigens geldt de opslag van warmte geldt ook voor koude. Ja, je kunt natuurlijk ook koude opslaan om die juist te gebruiken in de zomer als je hem nodig hebt. Nou, dankjewel Simon voor deze uiteenzetting. Dan gaan we weer even naar het project in Zutphen. Want Michiel, jullie moesten natuurlijk ook beoordelen of jullie een buffer nodig hadden. En was dat het geval, Michiel? Ja, dat klopt. In Zutphen hebben we ook een buffer nodig om inderdaad in de winter voldoende warmte te kunnen leveren. En dat is eigenlijk ook voornamelijk ook door de regelgeving die er omtrent is. Want onder de 12 graden mag je officieel geen warmte onttrekken uit oppervlaktewater. Ja, en in de winter heb je juist, dan daalt het onder die 12 graden en heb je nog steeds warmte nodig. Dus dat is de reden waarom we een buffer hebben gekozen. En het energetische aspect daarvan is veel beperkter. En voor welke buffer, wat voor soort buffer hebben jullie gekozen? Wij hebben hier gekozen voor een warmte-koude opslag. En dat heeft enigszins met ruimte te maken, maar anderzijds ook wel met kosten. Want een hoge temperatuuropslag voor dit soort hoeveelheden, die zijn, dat is een hoge kostenpost die je dan in je project brengt. Ja, duidelijk. Zijn er nog vragen over aan Michiel en Simon? Ik zie wel
wat vragen, maar niet zozeer over de buffers. Dus ik wil graag eerst even naar de buffers kijken of daar nog vragen over zijn. En anders hebben we wel even tijd om nog wat andere vragen uit te pikken. Zo is er bijvoorbeeld de vraag of er veel extra investeringen nodig zijn als je zowel aan warmte als aan koude levering wil doen. Ik kan daar iets over zeggen. Oh, daar wil ik wel wat aan zeggen. Kijk, dat is een beetje afhankelijk van de techniek die je kiest. Op het moment dat je kiest voor een lage temperatuur warmtenet, dan zijn de kosten om ook warmte te leveren in de woning zijn vrij beperkt. Want je kunt dan hetzelfde warmtenet kun je gebruiken om zowel warmte als koude te leveren in de woning. Als je naar, dus echt een bronnet. Als je naar lage temperatuur of naar middentemperatuur, dus naar 70 of 40 graden gaat, dan is dat veel, veel kostbaarder, omdat je dan extra leidingwerk naar alle woningen moet gaan leggen. En dan nog een vraag over de buffers. Bij een RWCB, heb je daar een buffer bij nodig, Simon? Niet per se. Omdat je eigenlijk altijd met een constante effluent stroom te maken hebt. Maar het is wel heel raadzaam om daar bij een uitwerking wel goed over na te denken. Want ook een RST kan met een calamiteit te maken hebben. Waardoor er een RST een tijdje stil ligt. Ik woon zelf in Apeldoorn. Vorig jaar is hier een brand geweest bij Karwei. Daar kwamen nogal wat giftige stoffen bij vrij. Waarbij de RST genoodzaakt was om de inname stop te zetten. Nou, dat zijn van die calamiteiten. Daar zit een RST ook niet op te wachten. Maar dan moet je het wel stopzetten. Aan de andere kant, je kunt het niet verkopen door te zeggen, ja sorry, er was brand, dus we hebben even geen warmte, geen koude voor u. Dus in die situaties is het wel raadzaam om te overwegen om een buffer aan te leggen. Ja. Om die garantie op je levering wel te kunnen borgen. Dat ben je ook verplicht als warmteleverancier. Dan nog een vraagje over de 12 graden die Machiel net noemde. Dat je dan geen warmte mag onttrekken onder de 12 graden. Gaat het dan om 12 graden watertemperatuur of omgevingstemperatuur? 12 graden watertemperatuur gaat het om. En daar wordt nog wel over nagedacht. Maar dat is ook eigenlijk een beetje ingegeven vanuit ecologisch oogpunt. Als het water in het voorjaar weer op begint te warmen, ja, dan gaan de vissen die gaan weer paaien en broelen. En als het rond de 12 graden is en je gaat er opeens 5, 6 graden uithalen. Ja, dan jaag je het ecosysteem over de kop, om het een beetje plat te zeggen. Technisch is het geen probleem om van water gewoon ijs te maken. Maar het heeft gewoon wel ook ecologische consequenties natuurlijk. Ja, Ronald Roosen die merkt hier ook bij op, hè, dat die 12 graden als ondergrens is die niet vast ligt. Ecologisch gezien kun je natuurlijk een onderzoek doen en hangt het ook van het water en de ecologie ter plekke af wat nou verstandig is. Maar Michiel, wat jij aangaf, is de regelgeving waar jij ter plekke mee te doen hebt, denk ik. Dat hoor je nog niet, Michiel. Kijk, dat klopt. Vanuit Rijkswaterstaat is hier gesteld dat die ondergrens van 12 graden er is. En volgens mij is het ook terecht, kun je daar nog wel een keer een discussie over gaan van ja, wat zijn nou daadwerkelijk die ecologische aspecten? En dat moet denk ik ook nog wel verder onderzocht worden. Want zeker als je een voorbeeld hebt van een IJssel waar eigenlijk ontzettend veel water en dus ook warmte doorheen stroopt ten opzichte van wat wij nodig hebben, ja, is de afkoeling van het gehele waterlichaam is eigenlijk minimaal. Dus ja, dat is echt nog wel een stukje voor vervolgonderzoek van, goh, is het mogelijk om daar eventueel ook onder nog wat warmte te onttrekken? Ja, ik zie nog wat meer vragen over ecologie. Ik denk dat we daar in de beantwoording per mail nog wel even op terug kunnen komen, want daar loopt inderdaad divers onderzoek naar wat dan verstandig is. En niet. Henk Looijen die heeft zijn hand opgestoken. Henk Looijen is ook van Rijkswaterstaat, dus ik denk dat hij nog even wil reageren op die 12 graden grens. Jeroen, kan jij hem heel even het woord geven? Ja, Henk, als je jezelf kan unmuten, dan kan je even je toelichting geven. Ja, dankjewel. Eventjes inderdaad specifiek over die 12 graden. Uit de rivier zal het ook niet zo snel zo vaak lopen. Het is alleen zo, we hebben inderdaad bij Zutphen wel die grens gesteld, omdat dat in de delta-effect vanuit de Stoa ook, waar we ook al mee hebben gedaan, vanuit Rijkswaterstaat. Ja, daar staat gewoon dat eigenlijk op dit moment volkomen safe is.
Dus dat is eigenlijk de stand van zaken, de kennis die we op dit moment hebben. En inderdaad, in de discussie die we nu ook samen met STOA en vanuit beleid, vanuit Den Haag, van IMW ook hebben. En waar Deltares ook aan meedoet. Van ja, hoe kunnen we het op een goede manier wel faciliteren? Dat we inderdaad de ecologie niet in de weg zitten. Maar dat we dus wel ook de mogelijkheden laten waar het is. En het is ook grappig genoeg, uit de IJssel specifiek is het in Deventer, wordt er ook al wel warmte gehaald voor het stadskantoor. En daar zit geen WKO bij. Op de een of andere manier kon dat niet vanwege de ondergrond daar. Maar dat betekent dus dat daar ook in de winter warmte uit onttrokken wordt. Nou ja, dus er ligt nog steeds geen ijsschots, zeg maar. Als stroomafwaarts van Deventer hebben we nog niet meegemaakt. Dus wat dat betreft, dat is gewoon in principe ook mogelijk. Oké, dankjewel Henk. Dan wil ik het voor de ecologie en de temperaturen even hierbij laten. We lassen eventjes een korte pauze in, zodat iedereen die dat wil even wat drinken kan pakken of het toilet kan bezoeken. Dan zijn we over 5 minuutjes terug en bij mij is dat om 10:53. Nou, laten we 10:55 maken en gaan we verder met stap 4 van de beslisboom. Tot zo.
Nou, welkom terug allemaal. Gaan we zo meteen weer verder met ons verhaal over de beslisboom. We hebben nog één stap te gaan. Stap 4. Dus, Simon, ik geef jou graag het woord om stap 4 uit de beslisboom toe te lichten. Ja, de vierde stap is dan de warmteopwek systeem. Dus hoe wordt de warmte opgewekt? En eigenlijk moet je daar rekening houden met twee elementen. Je hebt warmte nodig voor de ruimteverwarming, ruimtekoeling. En je hebt warmte nodig voor, voor je tap- en douchewater. En dat kan in één systeem zijn. Het kan dat één systeem zowel beide warmtevragen voorziet. Maar je ziet wel heel vaak, zeker in bestaande bouw, dat er bij voor het tapwater gekozen wordt voor een individuele opwek van het tapwater. Dat heeft ook met de warmtevraag te maken. Hè. Dat het toch veel meer in een piek gebeuren. Dus morgens vroeg en aan het eind van de dag hebben we behoefte aan warm water. En heel belangrijk is gewoon de legionella gebeuren. Het tapwater moet gedurende een bepaalde periode per week op een bepaald temperatuurniveau zijn. Dus heel vaak zie je dat daar of een individuele warmtepomp, soms een elektrische boiler geplaatst wordt. Maar er zijn ook situaties waarin het wel vanuit de collectieve opwek, dus eigenlijk vanuit je warmtenet, gedaan kan worden. Nou, voor de warmteopwek van de ruimteverwarming heb je eigenlijk met drie onderdelen te maken. Je hebt een zogenaamde basislast heb je nodig. Hè. Je moet zorgen dat je een bepaalde hoeveelheid warmte altijd kunt bieden. En daarbij heb je ook te maken met een piek bijstook en een backup. En een piekstook is in momenten dat 's morgens vroeg iedereen in de winter de kachel aanzet, dan heb je een enorme piekvraag. Het is interessant om goed af te wegen van ga je die piekvraag, die eigenlijk maar heel kortdurend is, ga je die voorzien vanuit je warmtenet? Dat betekent dat je een vrij grote opwekcapaciteit moet worden, of ga je daar iets apart voor regelen, een zogenaamde piekbijstook. Heel vaak zie je dat voorlopig nog wel met de gasketel wordt gedaan. Maar het kan ook met de elektrisch biomassa ketels zijn ook ingezet. Wel een discussiepunt op dit moment. En het tweede punt, of het derde punt eigenlijk daarbij, is de backup. Waarin je dezelfde hulpbronnen kunt gebruiken. Maar je moet ook zorgen, hè, wat ik net zei, het geval in Apeldoorn, zeg maar. Dat een zuivering dus stilgelegd wordt vanwege een brand. Dan moet je wel zorgen dat er gewoon ook een backup systeem is. Of als er om wat voor reden een storing optreedt. De afnemer heeft recht op warmte. De warmteleverancier is vanuit de warmtewet ook verplicht om warmte te leveren. En bij een storing binnen een bepaalde tijd te zorgen dat die storing verholpen is. Nou, in dit geheel speelt ook heel erg mee of het elektriciteitsnet geschikt is. Zowel voor de warmteopwek als voor je tapwateropwek, of het elektriciteitsnet geschikt is om in beide vragen te kunnen voldoen. Want de warmte, dat zal het probleem niet direct zijn. Maar om die warmte op te wekken hebben we toch nog hebben we gewoon elektriciteit ook nodig. Dus dat is ook een belangrijk component om bij de nadere uitwerking ook mee te gaan nemen. Ja, dankjewel Simon. Daar was meteen ook een vraag over. Hè? Wat vinden de netbeheerders ervan? Van alle elektriciteit die er nodig is om dit op te wekken? Nou, daar kan Michiel denk ik zo meteen wel iets over zeggen. Maar eerst even vragen aan jou, Michiel. Voor welke soort collectief opwek hebben jullie gekozen? In dit concept hebben wij gekozen voor een basislast die gaat door middel van een collectieve warmtepomp. En voor de piek en backup is gekozen voor een gasketel. Met de gedachte natuurlijk dat je op termijn altijd die gasketel mogelijk kan vervangen door een alternatief. Hè. En dan denken wij aan bijvoorbeeld groen gas of waterstof. De reden om te kiezen voor die gasketel, dat is enerzijds een kostenvraagstuk. Kijk, meestal is het zo dat je ongeveer van het totale vermogen wat je nodig hebt om aan de woningen te leveren op piekmomenten, dat als je daar 30% een duurzame bron opstelt, dat je daar al ruim 80% van de warmtebehoefte mee kan afdekken. En voor die andere 70% qua vermogen kun je maar 20% van de warmte leveren.
Dus wat je altijd een afweging wil maken, is dat je je investering in die piek- en backup voorziening per kilowatt, dat die niet te hoog is. Want anders wordt het een hele lastige business case om rond te rekenen. Wat daarnaast ook meespeelt is, we hebben het natuurlijk voor Alliander, de netbeheerder, gedaan. Is dat er wordt gezegd van ja, als je kijkt vanuit een integrale visie van het hele energiesysteem, is het eigenlijk gewoon niet verstandig om te zeggen, goh, al die pieken die, of tenminste al die pieken in warmtevraag, dat we die allemaal met ons elektriciteitsnet gaan opvangen. En zeker niet als dat gebeurt met een elektrische ketel, want dat, ja, er is gewoon een beperkte capaciteit beschikbaar en het bijbouwen van die extra capaciteit is gewoon heel erg kostbaar. En zeker ook in het beeld van dat we in de toekomst ook verwachten dat er meer warmtepompen komen en daarmee ook meer belasting op het net komt. Dus dat is ook voor ons een reden geweest om te zeggen, nou, we gaan die backup, die willen we vooral ook niet doen met elektriciteit. Ja, duidelijk denk ik. Sophie die vraagt ook, welk percentage van de totale geleverde warmte behoort tot de piek bij stook? Zo uit mijn hoofd is dat 20% van de geleverde warmte. Oké, dankjewel. Oh, en hier Arjan van Helvoort vraagt, heb je dan een collectieve of een individuele gasketen voor die piek? Dat is een collectieve gasketel. Dat is eentje die staat dus opgesteld in één technische ruimte waar die grote collectieve warmtepomp staat en daarnaast staat ook die gasketel. En net zag ik nog een vraag aan jou, Machiel, dat iemand zich toch wel verwondert over, we hebben het er even kort over gehad, hè, de isolatieniveau B, daar werken jullie naartoe. En toch is er voor een warmtenet met 70 graden gekozen. Terwijl dus bij B een lagere temperatuur mogelijk zou zijn. Kun je dat nog nader toelichten? Dat kan ik wel. Het klopt natuurlijk dat er een lagere temperatuur mogelijk zou zijn. En het klopt ook als je dat gaat doen, dat het dus energetisch inderdaad een stukje efficiënter is. Maar wat daar gewoon meespeelt, is in dit geval echt heel duidelijk de wens van de woningcorporatie om een hogere temperatuur te leveren. Omdat hun verwachten dat ze dan het minste comfortklachten en het minste aanpassingen in de woning hoeven te doen. En daarnaast is het ook een kostenaspect. Mijn ervaring is gewoon dat het toepassen van laag temperatuur in bestaande bouw vaak veel kostbaarder is dan met 70 graden te gaan leveren. Ja, dankjewel. Mag ik misschien een kleine aanvulling doen, Jacqueline? Kijk, met het isoleren van je woning, dan gaat je warmtevraag, dus je hoeveelheid warmte, die wordt lager. Maar je warmteniveau hoeft niet per se lager te worden. Heel praktisch, als je woningen hebt, oudere woningen, waar nog een radiator aan de wand hangt, zeg maar. Die hebben een bepaald stralingsgebeuren. En die straalt dus de warmte uit in je huiskamer, zeg maar. Maar het is wel gebaseerd op de aanvoertemperatuur. En je kunt dus zo'n radiator niet opeens van 70 naar 50 graden hebben. Wat Michiel nog zegt, ja, dat gaat ten koste van je comfort. En als je dus, dan zou je dus al je radiatoren ook moeten gaan vervangen. Ja, dat is weer een kostaspect. Oké, dankjewel. Nou, we hebben nu vier stappen doorlopen. En daarbij hebben we ook nu een vraag aan jullie. En die staat in de poll. Ik vraag even aan Jeroen of hij de poll weer tevoorschijn wil toveren. En die vraag is aan de deelnemers. Dus welke stap van de beslisboom ervaar jij als grootste uitdaging? Waar loop je nou tegenaan? Daar zijn wij wel benieuwd naar. Dus als je de poll kan invullen. Dan laten we hem even open, zodat iedereen gelegenheid heeft om even te klikken. Ja, nou, ik denk dat de meerderheid heeft nu wel geklikt, dus we gaan hem even beëindigen. En dan zien we dat stap 1, het vraag en aanbod bepalen, dat daar de grootste uitdagingen ligt. Dus als je daar nog concrete vragen over hebt, kun je die nu
stellen. En misschien ook leuk, Simon, misschien kun jij over het aanbod nog iets even de Academy Viewer noemen, waar dat terug te vinden is. Ja, op de STOA-site staat een viewer waarin het een complete warmteaanbod van TO, oppervlaktewater, en TA, het afvalwater, die is te benaderen via omgevingswarmte.nl/STOA. En daarin kun je dus... op de mail zetten. Ja. En daarin kun je voor heel Nederland zijn daar... de warmtepotentie van al het oppervlaktewater is daar in beeld gebracht. Je kunt inzoomen op je eigen gebied. Er zit ook een analyse tool bij, waarin je kunt kijken hoeveel warmte er aanwezig is. En ook het afvalwater, daarin zijn alle RWZI's en alle rioolpompgemalen van de waterschappen en de leidingen van de waterschappen zijn er ook in aangegeven. Dus eigenlijk al het effluent of de warmtepotentie van de assets van de waterschappen, die kun je daarin vinden. Gemeentelijke stelsels, rioolstelsels, bevat ook nog heel veel warmte, die zijn daarin nog niet opgenomen. Maar eigenlijk wat landelijk bekend is bij de waterschappen voor afvalwater en voor oppervlaktewater, dat is op die viewer te zien en kun je ook met die analyse tool inzichtelijk maken hoeveel warmte er in jouw omgeving aanwezig is. Ja, en daarbij is ook een vraag, hoe accuraat is de viewer? Accuraat interpreteer ik dan even als zeg maar up-to-date. Hij is heel up-to-date. De oppervlaktewater, een aantal keren per jaar voeren een update uit als dat nodig is. Oppervlaktewater is heel recent nog geüpdate. Dat wordt ook mede gedaan in het kader van het Warming Up programma. En het programma wat nu de komende 4 jaar gaat lopen. Maar de meest recente inzichtingen voor energie uit oppervlaktewater, die zijn dus op die viewer inzichtelijk. En voor zover we van de waterschap hebben teruggekoppeld gekregen, zijn ook alle gegevens die van de RWZI's, gemalen en leidingen daarop staan ook actueel. En mocht er dus gegevens dat een waterschap zegt, mijn RWZI-leiding of gemaal klopt toch niet helemaal. En een enkele keer gebeurt dat, dan krijgen we nieuwe gegevens en die worden ververst. Dus in die zin, de viewer is blijvend actueel. Simon, ik zie ook nog wat vragen rond voorbij komen en opmerkingen over ijsbanen en Elfstedentochten. Ja. Ook een van jouw favoriete onderwerpen. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, kijk, technisch is het geen enkel probleem, wat ik al zei, om ook in de zomer ijs te maken. Je kunt gewoon het water zo ver afkoelen. Zeker als je een koelmiddel gebruikt wat onder nulpunt kan komen, kun je dus gewoon ijs maken. En die van het Dobbelsteen, hoogleraar in Delft, die heeft ook voor Friesland de rekensom gemaakt dat hij in staat is om technisch gewoon de Elfstedentocht weer te laten plaatsvinden. Nou, ik heb hem van gedachten gewisseld over de business case. Dat wordt nog een lastige. Het klinkt een beetje flauw, maar technisch is dus geen enkel probleem. Het grote uitdaging is natuurlijk je business case, de financiële kant. En de hoeveelheid elektriciteit die je nodig hebt om dus vanuit hoe dichter je bij nulpunt komt of onder nulpunt komt, hoe kleiner je COP, dus hoe meer elektriciteit je erin moet stoppen om er nog warmte uit te halen. Maar het kan wel en het wordt ook gedaan. Hè, op kleinere schaal heb je de zogenaamde ijsspijkers. In Duitsland worden die vrij veel toegepast, ijskelders. Eigenlijk deden we dat vroeger al, hè, in de middeleeuwen. Ijsblokken in een kelder zetten. En daar konden we tot in de zomer vlees en zo en drank werden daarmee mee gekoeld in de kastelen. Nou, dat wordt nog steeds gedaan. Dat je dus en dat wordt nu dan gestuurd met elektriciteit. En juist op dat nulpunt, van vorst naar door, zeg maar, daar valt enorm veel energie te winnen. Nou, tot zover IJs en de Elfstedentocht. Ik zie ook nog wat vragen voorbij komen over de viewer. Die kunnen we nu niet beantwoorden, maar daarover zal ik ook wat informatie over de mail op de mail zetten die volgende week naar jullie toekomt. Dan hadden we eigenlijk ook nog aan Michiel de vraag. Wat jij nou de lastigste stap vond als je naar deze 4 stappen kijkt, Michiel? Ja, nou ik herken mij volledig in het publiek wat ook gewoon aangeeft dat die stap 1 ook gewoon echt het meest lastige is. Want kijk, we praten hier nou alsof het een soort van vrij statisch technisch ding is. Maar wat je vaak ziet is, en dan met name de vraag naar warmte. Daar zitten natuurlijk partijen achter. En wij hebben in dit geval het voordeel dat er maar één woningcorporatie
achter zit. Maar in veel andere projecten zie ik dat dat er meerdere zijn. Die hebben ook allemaal hun eigen timing, hè, hun eigen meerjaar onderhoudsplanning, waarbij ze denken van nou, op dit moment wil ik iets doen in dit pand en dan in een ander pand. En dat, hè, en daar komt nog een stukje visie bij van goh, waar wil je naartoe en hoe zie je dat? Daar komen nog financiën bij samen. Ja, dat is echt wel de lastigste stap om dan met z'n allen zeg maar dat te beslechten en dat echt goed ja, voor elkaar te krijgen. Het is mooi dat het beeld zo herkenbaar is. Wij gaan nu even verder met Katja Kruid van CE Delft. Zoals verteld, er zijn verschillende configuraties doorgerekend. En daar gaat Katja nu wat over vertellen. Katja, aan jou het woord. Ja, hallo allemaal. Goedemorgen. Wij hebben als CE Delft samen met Simon en Lieke van Centraal dit onderzoek uitgevoerd. We hebben dus in die beslisboom die Simon heeft toegelicht, hebben we eigenlijk de configuratiekeuzes die je kunt maken, hebben we al kwalitatief toegelicht. Maar daarnaast hebben we in dit onderzoek ook een aantal configuraties kwantitatief doorgerekend. Je kan naar de volgende slide. Ja. Want we hebben eigenlijk gekeken, wat maken die configuraties nou eigenlijk uit? Wat maakt ze voor verschil? In twee voorbeeldbuurten, een stadsbuurt en een dorpsbuurt. En per buurt hebben we 24 configuraties doorgerekend. Namelijk vier verschillende combinaties van bron en buffer. Dus een TEO-systeem met WKO, een TEA met WKO, een TEA zonder WKO, een TED-systeem met WKO. Dan hebben we de opwekking, hebben we in alle gevallen hetzelfde gehouden. We hebben gekeken wat het verschil is van drie verschillende temperatuurniveaus van het warmtenet. En twee vraagconfiguraties, waarbij de woningen in dit geval op label C en op label AB zijn geïsoleerd. Dus voor die configuraties hebben we gekeken wat dat nou kwantitatief uitmaakt. Een volgende slide. Daarvoor hebben we een rekensheet opgesteld met de kosten, de verbruiken, energieverbruiken, de emissies van de stap en de emissies van de stappen in de keten van al die verschillende configuraties. En dat hebben we gedaan op basis van zoveel mogelijk algemene en beschikbare kentallen en parameters, waarbij we ons zoveel mogelijk hebben gebaseerd op de startanalyse van PBL, zodat het zoveel mogelijk aansluit bij wat daar berekend wordt. En we hebben het doorgerekend op een paar verschillende vergelijkingsaspecten, waarmee je dus dan die configuraties met elkaar kan vergelijken. De thermische warmtevraag van de woningen, de investeringen, de jaarlijkse kosten, het energiegebruik en de CO2-besparing. Volgende. Nou, in de eerste buurt waarvoor we dat hebben gedaan is een stadsbuurt. We zijn uitgegaan hier van 400 portiekwoningen en 100 rijwoningen. In een jaren 30 buurt met een isolatieniveau dat begint op label C. We hebben die buurt lichtelijk geïnspireerd op de vruchtenbuurt in Den Haag, waar ook een verkennende studie al voor is gedaan. Volgende. Nou, hier kun je een beetje zien hoe onze berekeningen zijn opgebouwd. Hier boven zie je de drie temperatuurniveaus van het net. Dus een middentemperatuurnet, een laagtemperatuurnet en een brontemperatuurnet. Voor elk van de nettemperaturen dat de woningen verschillende isolatieniveaus hebben. En wat we dan ook aannemen is dat als je een middentemperatuurnet hebt, dat bijvoorbeeld de woningen geen eigen individuele opwek meer nodig hebben, omdat het water al voldoende hoge temperatuur heeft. Terwijl bij een laagtemperatuurnet op label C hebben de woningen nog wat een individuele warmtepomp ook nodig om tapwater te maken en een beetje van die ruimteverwarming bij te verwarmen. Nou, dat zit allemaal in de aannames erachter. Wat je hier ziet is een paar resultaten. Als eerste de warmtevraag en het gelijktijdig vermogen in het net. Dus wat je hier ziet is dat elke keer de warmtevraag van de beter geïsoleerde woningen
lager is dan de minder goed geïsoleerde woningen. En ook het gelijktijdig vermogen is daardoor lager. En daaronder zien we wat dat dan voor effect heeft op het elektriciteitsgebruik van zowel de woningwarmtepompen bij een L2-net en een brontemperatuurnet, als de collectieve warmtepomp daaronder. En dat is nog anders bij Thea, Theo en Ted. Dus wat we zien is dat het totale elektriciteitsverbruik, dat is dus de combinatie van elektriciteitsverbruik in de woning en in de collectieve warmtepomp, dat die het laagst is bij een bronnet met label AB. En dat komt door, ten eerste doordat er met isolatie het meeste energie bespaard is, dus dat je nog het minste warmtevraag over hebt. Daarnaast dat er in het bronnet het minste verlies optreedt. En tenslotte doordat je met de lage afgiftetemperatuur ook het hoogste rendement van warmtepompen behaalt. Dus zo zien we al dat de temperatuurniveaus in de woning en in het net, die maken uit voor wat uiteindelijk je elektriciteitsgebruik is. Op de volgende slide zien we de investeringskosten in de verschillende configuraties en hoe die zijn verdeeld over de verschillende kostenposten. Dus uitkoppeling, de buffer, de opwekking, het warmtenet, de woninginstallatie en de isolatie. En dit is even voor het voorbeeld gedaan van een Thea met een WKO als, als bron en buffer. En wat we hier zien is dat de investering in het warmtenet, dat is het lichtblauwe balkje, en in de woning, dat is het donkerblauwe balkje, dat die relatief een veel grotere bijdrage hebben dan de investeringen in de bronopslag en de opwekking. En die hebben dus relatief een veel kleinere invloed. Dat is eigenlijk omdat dus die aanleg van het warmtenet en de investeringen die gedaan moeten worden in de woning, die zorgen verreweg voor de grootste investering. En wat we hier ook zien is dat de configuratie van met een MT-net, een middentemperatuurnet en energielabel C de laagste investeringskosten hebben. En dat is dus doordat er de minste kosten gemaakt worden in de woning zelf. Omdat we er al van uitgaan dat in dit voorbeeld dat de woningen al naar label C zijn geïsoleerd. En je hoeft er dus verder geen isolatie te doen en geen individuele warmtepomp neer te zetten. Dat is als je kijkt naar investeringen. Maar in de volgende slide zien we de energiekosten. De energiekosten zijn afhankelijk van de energieverbruiken in de woning. Dat is donkerblauw. En de energieverbruiken bij de collectieve opwek. Dat is lichtblauw. Naast de energieverbruiken zijn de energiekosten natuurlijk ook erg afhankelijk van de elektriciteitsprijs. En een stukje de gasprijs in de bepaalde gevallen. Maar wat hier eigenlijk heel opvallend is, is dat in de woningen een kleinverbruikerstarief geldt. En dat tarief ligt een stuk hoger dan het zakelijk elektriciteitstarief voor de centrale opwek. En daarom zijn ondanks een hoger energieverbruik bij een middentemperatuurnet, daar toch de laagste energiekosten, omdat het dus collectief wordt opgewekt. Op de volgende slide zien we de resultaten voor de CO2-emissies. Dat hebben we met de emissiekentallen van 2020 gedaan. Je ziet aan de linkerkant telkens een grijs balkje met de HR-ketelreferentie. En in de andere kleuren zie je de aquathermie-configuraties. En daar zien we dat de CO2-besparing het hoogst is bij een bronnet met de label AB. En dat is omdat daar het laagste energieverbruik is. En je kunt ook zien dat er verder niet heel veel verschil is tussen de verschillende bronconfiguraties. Maar wat erbij ook belangrijk is dat de emissies heel erg afhankelijk zijn van de elektriciteitsmix. En dat die elektriciteitsmix sterk zal verduurzamen richting 2030. Naar verwachting zal de CO2-emissie per kilowattuur dan nog maar de helft zijn. Dus richting 2030 zal de CO2-emissie ook
sterk afnemen. En ja, en op de volgende slide kunnen we eigenlijk hebben onze conclusies samengevat. Je kunt, we hebben gezien dat de kosten in de woningen en in het warmtenet veruit de grootste investeringen met zich meebrengen. Dat het elektriciteitsverbruik het laagste is bij een bronnet met label A of B, omdat de energievraag gereduceerd wordt door isolatie en het rendement beter is bij een lage afgiftetemperatuur. En de CO2-besparing ook het hoogst is bij een bronnet met label A en B. En, maar wat ik hier, niet zie, is dat ook een belangrijke conclusie is dat die investeringen het laagst zijn voor een middentemperatuurnet. Dus wat je ziet is eigenlijk dat het een afweging is tussen investeringen en energieverbruik en CO2-reductie. Misschien is dit een goed moment om even te kijken of er vragen zijn. Ja, Katja, dankjewel tot zover. Ik zag zojuist één vraag verschijnen en die ging over de BEG-norm. Ik weet niet of die jou bekend is, bijna energie-neutrale gebouwen, dacht ik. Nou, de vraag was hoe deze configuraties scoren op de BEG-norm. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben nu niet de BEG-norm doorgerekend. Maar wat je eigenlijk door kan trekken van wat we wel hebben berekend, is, nou, als je van een in de bestaande bouw van een slecht geïsoleerd gebouw naar een BEG-gebouw toe wil, dat je, dan moet je daar hoge investeringen voor maken. Maar dat uiteindelijk je natuurlijk wel een heel laag energieverbruik overhoudt. Waar je hele lage CO2-reductie mee zal behalen. Maar wat daar eigenlijk ook belangrijk is, is om uiteindelijk ook te kijken hoe aquathermie ook opweegt tegen andere alternatieven. Want wat we hier niet hebben gezegd, is dat ook met de beslisboom die Simon al toelichtte, dat je ook moet kijken, weegt aquathermie nou nog op tegen bijvoorbeeld individuele warmtepompen. En dat zal vooral bij zo'n heel goed geïsoleerde woningen, zal dat een interessante vraag zijn. Omdat je individuele warmtepompen misschien in een BEG-woning daar goed mee uit kan. En een aquathermie natuurlijk ook een warmtenet vereist, wat best wel toch complex en duur is. Dus dat wordt dan een relevante afweging. Ja, dankjewel Katja. Dan een vraag over de berekeningen van de CO2-emissies. Wat is hierin meegenomen? Alleen het systeem zelf of de hele levensduur van het systeem inclusief de aanleg? Ja, dat is een goede vraag. We hebben gekeken naar de operationele emissies, dus naar de emissies van het energieverbruik en niet naar de emissies in de aanleg of in de materialen. En Ronald Roosen die vraagt, of die geeft aan, cruciaal in de CO2-uitstoot is de COP van de warmtepomp en de CO2-uitstoot van de elektriciteitsmix. Waar is in dit geval mee gerekend? Ja, welke waarde we precies mee hebben gerekend, dat staat in het rapport en dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar de CO2 van de warmtepomp die is wel hoger als je een beter of een lager temperatuurniveau hebt. Dus bij de lagere afgifteniveaus in de woningen, de betere isolatieniveaus, is met een hogere COP gerekend. Deze is ook een vraag van Martin. Hij is mij niet helemaal duidelijk, maar hem valt op dat de WKO een systeem duurzamer maakt. Maar is er los van de COP ook naar pomp- en randelektra gekeken? Ik denk dat je dan bedoelt het de energieverbruik van de pomp en de randelektra. Als ik het uit mijn hoofd weet, hebben we overwogen uiteindelijk omdat energieverbruik dat verwaarloosbaar is. Maar dat zou ik even in de berekeningen terug moeten rekenen. Want er is inderdaad ook een energieverbruik van de pomp van de WKO. Die is niet erg hoog. Maar dat zal inderdaad wel op het uiteindelijke plaatje een klein beetje uitmaken. Okay. Nou, dankjewel Katja. Dan gaan we nu nog even door met berekeningen van de andere voorbeeldbuurt. Ja, hier zal ik iets sneller doorheen gaan. In de dorpsbuurt,
die we hebben, hebben doorgenomen, zijn we uitgegaan van 200 vrijstaande woningen en 300 rijwoningen. Jaren 70 woningen die op label C zijn. En wat vooral belangrijk is, is dat ook naast een ander woningtype, dat ook de omgeving van een dorp anders is. Namelijk minder hoge woningdichtheid. Dus het is een wat groter gebied. En die hebben we weer lichtelijk geïnspireerd op Rijnzaterwoude in Kaag en Brasem. Omdat daar ook een aquathermie verkenning is uitgevoerd. En in de volgende slide zien we dat wat dat uitmaakt. Is dat we vergeleken met de stadsbuurt een hogere warmtevraag hebben. Ook bij dezelfde isolatieniveaus hebben die meer die typische woningen in zo'n buurt, bijvoorbeeld een vrijstaande woning, heeft een hogere warmtevraag. En dat zien we dan ook terug in de rest van de berekeningen, dat je dan ook een hoger elektriciteitsverbruik hebt. En in de volgende slide zien we weer de investeringen. En we zien eigenlijk hetzelfde patroon als in de stadsbuurt, dat de configuraties met een aan de vraagkant, dus dat de woningisolatie en de warmtenetten, dat die vooral voor de hoogste investeringen zorgen. En dat de laagste totale investeringen in de configuratie met een middentemperatuur en een labelniveau C gevonden worden. En de andere conclusies of de andere grafiekjes heb ik hier even weggelaten. Want we kunnen eigenlijk zien dat net zoals in de stadsbuurt de investeringskosten, elektriciteitsverbruik en CO2-besparing erg afhankelijk zijn dus van de temperatuurniveaus en de configuratie aan de vraagzijde. Dat de isolatiekosten in het algemeen wat hoger liggen voor de woningtype in de dorpsbuurt. Omdat het dus, we uitgegaan zijn van wat grotere woningen, vrijstaande bebouwing. Ook belangrijk is dat de kosten van een warmtenet ook hoger zijn, omdat de woningen wat verder uit elkaar liggen. Dit heeft weer te maken ook met waar we in het begin van dit webinar over hadden en wat Michiel ook toelichtte, dat als je veel bebouwing dicht bij elkaar hebt en gestapelde bouw, dat is voordelig voor aquathermie en voor warmtenetten, omdat je dan minder minder meters warmtenet nodig hebt. En dat zie je dus ook terug in een dorpsbuurt waar woningen verder uit elkaar liggen. Dat daar de business case voor een warmtenet eigenlijk iets minder makkelijk te maken is. Ten slotte zijn er ook andere aspecten belangrijk bij aquathermie. We hebben, dit is niet eens een volledige lijst, maar wat natuurlijk ook belangrijk is, is het comfort voor de bewoners. De mate van gedoe, bijvoorbeeld voor verbouwingen in woningen en het bijplaatsen van radiatoren. Het ruimtebeslag in de woningen, wederom als je extra radiatoren nodig hebt of warmtepompen in de woningen. Verzwaring van de elektriciteitsaansluiting en het elektriciteitsnet is een belangrijke factor. Of er ruimte is in de ondergrond, of er ruimte is in de wijk voor de basislast- en piekvoorziening. De afstand tot de bron, waar we het al over hadden, en de spreiding van isolatieniveaus in de buurt. Dus naast de kwantitatieve verschillen waar we net op ingingen, zijn er ook andere aspecten die moeten worden meegewogen. En al die aspecten dragen bij aan de kansrijkheid van een aquathermiesysteem. Nou, en wij hopen dat we met deze studie de verschillende keuzes en afwegingen voor aquathermie beter inzichtelijk hebben gemaakt. En we willen graag verwijzen naar het rapport en de infographic die we hebben gemaakt. En in elk geval bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, Katja. Gezien de tijd ga ik er ook langzaam richting het einde. En ik wilde wel graag nog even Marco van Schaik aan het woord laten. Dat er best wel wat vragen zijn geweest over ecologie. En mijn vraag is aan Marco eigenlijk van in welke context moeten we dit onderzoek nou zien? Hè? Dit is een onderzoek naar aquathermie. Maar wat speelt er nog meer op het gebied van ecologie? En wat zijn er nog vervolgonderzoeken op het gebied van configuraties en doorberekeningen? Marco, kun je daar nog even iets over zeggen? Marco, wij kunnen jou nog niet horen helaas.
Ben ik nu te horen? Ben ik inmiddels te horen? Ja. Oké. Okay. Op dit moment wordt er gewerkt aan een handreiking, vergunningverlening voor Theo, dus voor warmtewinning uit oppervlaktewater. Dat is gebaseerd op de bestaande kennis die er is van koudlozingen. Maar eigenlijk is die kennis nog vrij beperkt en daarom wordt er ook in het kader van warming up gewerkt aan, aan nieuwe kennis die wordt verzameld. En daarvoor zijn vooral ook monitoring is daarvoor heel belangrijk. Deltares die heeft een monitoringsprotocol opgesteld op basis waarvan we hopen dat er de komende jaren een aantal projecten gemonitord zullen gaan worden. En de nieuwe kennis die dan zal worden opgedaan, die zal dan in een nieuwe versie van die handreiking, vergunningverlening, koude lozingen worden opgenomen. Wat was jouw volgende vraag? Op het gebied van configuratie en het doorberekenen van verschillende systemen, wordt daar ook nog ander onderzoek naar gedaan? Niet meer door STOA, maar wel binnen warming-up. Daar kun je het beste Ivo Pothof van TU Delft, die trekt dat als ik het goed heb. Wij gaan daar nu verder niet om in. Nee. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie tijd. We gaan de Q&A, die gaan we nog beantwoorden en naar jullie toesturen. Net zoals het rapport, daar krijgen jullie een linkje naar en naar de infographic. Dat krijgen jullie allemaal per mail binnen. Wat jullie nu ook per mail binnenkrijgen is een evaluatieformuliertje over dit webinar. Dus hartstikke fijn als je die nog kan invullen, want dan kunnen we het voor een keer nog beter doen. Heel erg bedankt en graag tot een volgende webinar.